Wethouder Ten Selvam reikte dinsdagmorgen, geassisteerd door burgemeester Gerritsen, chocoladeletters uit aan het personeel. Was dat niet een beetje vroeg? Dat lijkt misschien vroeg, maar als je wat te vieren hebt, dan passen chocoladeletters daar prima bij. We hebben vier nominaties binnengehaald in het kader van de digitalisering van de dienstverlening. Dat noemen we e-burgerzaken. Vier nominaties en van die vier nominaties hebben we twee prijzen gewonnen. Eentje op het onderdeel reisdocumenten, de eerste prijs. En we hebben ook de eerste prijs gewonnen overal. Dus op alle onderdelen bij elkaar genomen is Almelo als eerste uit de bus gekomen. Van het hele land. Van het hele land. En dat is natuurlijk wel een feestje waard. Vandaar dat het college heeft gemeend om alle medewerkers die daaraan bijgedragen hebben te bedanken. Middels de B van bedankt. Als gemeente Almelo zijnde, waarbij wij de overall prijs hebben gewonnen als meest innovatieve gemeente van Nederland. Omdat wij samen met onze inwoners de digitaliseringsslag willen verbeteren. En ook onze dienstverlening daarbij naar onze inwoners toe. Het voordeel is dat de inwoner een aantal zaken gewoon thuis kan regelen via zijn computer. Bijvoorbeeld reisdocumenten, maar ook bijvoorbeeld geboorteaangifte. Hoe vergemakkelijk deze hoe heet het? Burgerzaken. Kijk, als je het geboorteaangifte neemt, in het verleden deed vader dat, moeder bleef in het ziekenhuis. Terwijl het toch een bijzondere gebeurtenis is in je leven. En nu kunnen de ouders samen vanuit het ziekenhuisbed in ZGT de geboorteaangifte doen, handtekening zetten. Dus ook dit bijzondere moment kunnen ze met z'n tweeën doen. Nou, ik denk dat wij als Almelo trots mogen zijn op wat we nu hebben bereikt. En ja, het is een samenwerking met alle medewerkers bij het team Burgerzaken en Ontvangst. Dus ja, daar mogen wij als medewerkers allemaal wel super trots op zijn dat we deze prijs hebben mogen behalen. Dus in de toekomst dan gaat alles zo'n beetje via de computer? Nee, absoluut niet. Nee. We houden echt rekening met de behoeften van onze inwoners. Wij bieden de mogelijkheid aan daar waar dat kan. Mensen die dat willen, kunnen gewoon altijd nog langskomen hier. Dus dat zal ook nooit in de toekomst gaan veranderen. We doen het allemaal vanuit oogpunt dienstverlening.